Welkom bij Ondernemersfonds Delft in gesprek en vooral welkom wederom in de prachtige oude sigarenfabriek. En ook welkom Evelien van der Kruid, directeur van Delft Marketing. Toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was, dacht ik eigenlijk het eerste wat bij me opkwam was, jullie taak is eigenlijk om Delft te promoten. Wat kan je dan doen in een tijd dat dat allemaal niet meer mag? Ja, nou ja, eerst natuurlijk heel erg schrikken. En daarna zijn we gaan kijken wat waren onze plannen voor dit jaar. En die hebben we eigenlijk allemaal in de prullenbak kunnen gooien. En toen hebben we weer een heel nieuw plan moeten maken voor dit jaar. Want wat is zo'n plan? Want je maakt een jaarplan. Wat staat daarin? Nou, wat erin staat is op welke landen je gaat focussen. Welke bezoekers je graag naar de stad wilt hebben. En hoe je dat gaat doen. Eigenlijk heel simpel, hè? Ja. Want marketing is niet echt rocket science. En het is heel belangrijk om dan de juiste dingen te doen en met de juiste mensen te praten. Nou, en nu was het verhaal met het hele corona dat er eigenlijk wel gepraat kon worden, maar dat we de mensen niet naar de stad konden trekken. Ja. Dus dat was wel een dilemma. Dus dat jaarplan, wat je dus echt een jaar vooruit bedenkt, dat kan in één keer opzij? Ja, dat is heel vervelend, want dan kunnen inderdaad al je plannen in de prullenbak. En dan is het eerst maar eens even van de schrik bijkomen en kijken wie er allemaal dicht gaan in de stad. Nou, daar zijn we heel erg acuut over gaan communiceren. De een na de ander musea, alles ging dicht. Ja. Dus daar zijn wij gelijk over gaan communiceren. En daarna hebben we eigenlijk vrij snel gezegd van, joh, in contact met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen gaan we zorgen dat we zo snel mogelijk het hele plan om gaan gooien naar regionaal en naar lokaal en naar nationaal. Dus ja, alles moest veranderd worden. Alles moest anders. Ik ben bezig met de herstelcampagne. Daar heb je ook over nagedacht. Hoe ziet die herstelcampagne er ongeveer uit? Nou ja, die herstelcampagne was sowieso moeilijk omdat het een hele nieuwe situatie was. En wij zijn niet afgeweken van de doelgroepen, alleen wel van de landen. He, op het moment dat jij geen Amerikanen meer naar Nederland kan halen, geen Chinese mensen, dan moet je dus na gaan denken van met welke doelgroepen gaan we dan nu in zee? Ja. Nou, die hele herstelcampagne is erop gericht van wanneer is het veilig, wanneer kan iets. Dus we zijn eerst gaan zenden, vooral online, van wat heeft Delft allemaal in zijn mars. Dat mensen vanaf de bank alles konden zien. En pas daarna, pas vanaf augustus dit jaar, kunnen we, als het allemaal goed gaat. Ja, dat weet je ook helemaal. Nee, dan kunnen we de mensen weer naar de stad halen. Maar voorlopig zijn we daar heel voorzichtig in. Ja. En dat gaat dan in die fases, zoals je bedoelt? Dus eerst... Ja, we beginnen echt lokaal. Zijn we al een tijdje bezig. Hè. Vanaf het moment dat corona uitbrak, zijn we gelijk gaan communiceren over alle lokale initiatieven. En gekeken of we nog een aantal initiatieven financieel konden ondersteunen. Nou, het was heel fijn dat de gemeente Delft ook snel meeschakelde. Ja. En het ook prima vond dat wij dat hele plan konden omzetten naar lokaal. Hè. Want op dat moment, Delft stond in brand. Ja. Iedereen was in paniek. Nou, daar hebben we best wel wat goede dingen in kunnen doen, denk ik. Want er zijn hele mooie initiatieven ontstaan. Ja. Hè, die soms gewoon advertentieruimte nodig hadden. Of we zijn stukken gaan schrijven over cultuur. Kortom, we hebben eigenlijk constant hebben we die stad op dat netvlies gehouden van een hoop mensen, waarin we deels informatie gaven in samenwerking met de gemeente Delft. En waarin we deels constant een beetje prikkelden van vergeet ons niet. Ja. Want we zijn te mooi. In de hoop dat wanneer het weer kan, Ja, dat was niet makkelijk. Hè? Want je ziet ook dat ondernemers het heel moeilijk hebben. De toeristische sector, iedereen had het zwaar. En wij als marketeers vertellen mooie verhalen. Maar op het moment dat er wel mooie verhalen zijn, maar je kan ze niet vertellen. Ja. Dan moet je daar wel naar het juiste evenwicht zoeken. En dat is denk ik wel gelukt. Ja. Ik zag ook dat de herstelcampagne heeft twee hashtags. De landelijke is geloof ik hashtag hier moet je zijn. Ja. Logischerwijs in Delft plakken we daaraan vast hashtag in Delft. Hoe breng je dat in beeld? Waarom moeten mensen in Delft zijn? Ja, dat vraag je aan een geboren Delftenaar. Hè? Uh-huh. Nou, kijk, sowieso omdat er zat te doen is. Hè? Ook met een 1,5 meter afstand. Ook op een veilige manier. En wat wij hebben gedaan is dat we een afgeleide van die campagne hebben gedaan. In Delft moet je zijn. Dat betekent dat we ons richten op shoppen, op cultuur en op horeca. En op die drie thema's zenden wij eigenlijk constant via video's, via on- en offline campagnes van wat er dan te doen is. En dat doen wij door plaatjes, door beelden, door sferen.
om te laten zien dat Delft niet mega groot is. Dus mensen die angstig zijn om naar een drukke stad te gaan, die zullen eerder naar een kleine en beloopbare stad komen. En daarin moeten we dan ook weer even rekening houden dat de bewoner zich ook nog veilig voelt in deze stad. Ja. En niet het idee heeft dat er straks hoorden toeristen en bezoekers die stad overlopen. Ja. Waardoor mensen te weinig ruimte hebben. Dus wij proberen die campagne heel rustig op te bouwen. Hij zal vooral vanaf 1 augustus gaan we echt, hè, als alles goed gaat. Als het kan, ja, dan, laten we dat nog een keer zeggen. Ja, ja, ja dat, het dat is, weet je niet. Nee, we weten het niet. En op het moment dat het niet veilig is, gaan we dat ook zeker niet doen. Dus je hebt met een hoop belangen en risico's soms ook te maken. Ja, zeker. Iets anders waar je mee te maken hebt ook is het Delft Convention Bureau. Dus die de congressen in Delft promoot. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat afgelopen maanden ook stil was. Ja. Maar lukt het om die congres uiteindelijk toch aan Delft te blijven koppelen? Nou, kijk, onze kracht was altijd in congresland dat wij klein en beloopbaar zijn. En pittoresk, hè? Er is een rijke historie. We hebben een goede horeca. Er zijn mooie ruimtes waarin ze kleine en beloopbare congressen kunnen houden. En wat wij hier hebben is de TU. Dus wij werken samen met het eventbureau van de TU. En wij zorgen dat we de hoogleraren ondersteunen om te zorgen dat het congres op Delft valt. Dus wij organiseren het niet, maar wij brengen het congres naar de poorten van de stad. Dat is het idee. Ja, en wat wij zijn gaan doen is meteen in beeld en in kaart proberen te brengen van help, wat is de schade? Ja. Nou, en daar zijn we enorm van geschrokken. Die schade die was vreselijk. Er werd echt zo voor 21 miljoen, wat wij al konden uitrekenen. Ja, en denk dan aan de hotels die hun bedjes niet kunnen verkopen. De kopjes koffie, alles zit daarbij. Het cadeautje voor thuis, maar ook alle breakout rooms, verhuur, catering. In zo'n congresbezoeker zit eigenlijk heel veel. Ja, dus dat is ontzettend waardevol om te behouden voor je stad. Ja, en wij denken wel de ontwikkelingen die wij nu zien, hè, is dat wij straks als eerste wel weer iets kunnen met die kleinere congressen. Maar wat we nu doen is alles hybride, dus heel veel uitleggen, ook in samenwerking met de TU, dat er ook een hele hoop dingen online kunnen, waardoor je die mensen wel vast kunt houden en wel kunt binden aan je stad, maar ja, ze kunnen niet uitgeven. Dus dat is vreselijk. Ja. Hoe lang denk je dat zo'n crisis als dit zijn impact blijft houden op een bezoekerseconomie die we in Delft hebben? Is dat een kwestie van een jaar of van 10 jaar? Of? Nou, wij denken wel dat, hè, want je hoort ook een andere stroming. Hè? Mensen die zeggen de wereld is even opgeschud, hè? Er zwemmen ineens weer visjes in de grachten bij Venetië. Mm. We hebben minder fijnstof. We denken wel dat er iets gaat veranderen binnen toerisme. Duurzamer, rustiger, meer overwogen. Nou, wij waren daar al mee bezig als stad, hè, in gesprek met bewoners. En ook met vastgoed en met horeca om te kijken van hoe kunnen wij nou zorgen dat het hier niet te vol wordt. Ja, en nu zou je bijna kunnen veronderstellen van joh, je hebt weer een leeg papiertje en je kan weer nadenken van welke bezoeker wil je. Nou, dat dus het biedt ook kansen eigenlijk. Zeker. En het mooie is wel dat we nog steeds dezelfde bezoeker willen. Wij hebben het dan altijd over in ons vak over Adriaan, over Pablo, over Rosa. De persona's. Nou, ja, dat zijn allemaal mensjes waarvan je denkt dat je weet wat ze leuk vinden en wat ze graag doen. En natuurlijk kan iemand ook alles zijn, hè? Mm-hmm. Want niet iedereen is te vangen in een persona. Nee. Gelukkig maar. Maar die persona's blijven hetzelfde, want wij hebben hier niet de bierfietstoerist. Wij hebben hier niet de vrijgezellenparties. Ja, die zullen er wel eens zijn, maar wij hebben niet... We zijn geen Amsterdam. Nee, we hebben geen Amsterdams DNA. Gelukkig maar, wat mij betreft. Precies. Als trotse Delftenaar. Zeker. Ja. Om af te sluiten eigenlijk, als ondernemer zijnde, wat heb je van de laatste maanden geleerd? Is daar een wijze les voor jou naar voren gekomen? Ja, een klein detail, wij zijn stichting, maar er wordt wel ondernemerschap. Met een ondernemend karakter. Zeker, zeker, zeker. Ja, dat je niet in je plannen moet blijven hangen. Kijk, als je blijft hangen in een plan wat helemaal niet meer aan de orde is, dan kun je helemaal niks meer doen. En op het moment dat je snel meeschakelt en ook het geloof hebt dat dat beter wordt of dat dat beter is,
dan kan dat alleen in samenwerking met die stad. Want we hebben met zoveel partijen samengewerkt, met ondernemersfonds. Nou, het is natuurlijk ook geweldig dat die gewoon meebetalen aan een herstelcampagne. Dat de gemeente matcht, dat er allerlei taskforces zijn waar MKB, BOP. Iedereen weet elkaar nu te vinden. Ja. En in crisis gaan mensen bijna een beetje van elkaar houden, waardoor dingen gaan stromen. En dat heb ik wel geleerd, van dat afdwingen. Hè, want dat hebben wij natuurlijk ook wel eens geprobeerd in die stad. Van doe nou mee, want het is belangrijk. Maar op het moment dat het momentum er is, bijvoorbeeld voor cultuur nu, ja, dan moet je dat gewoon pakken. Dus dat heb ik wel geleerd. Het zijn eigenlijk twee mooie wijze lessen. Dus je moet flexibel kunnen zijn. Niet te lang vast blijven hangen aan je gemaakte plannen. En openstaan om samen te werken. En te durven. Ja, want dan moet je je ook kwetsbaar opstellen, vind ik. En dat is best lastig. Zeker als ondernemers ook aan het wiebelen zijn. Hè? Want het is natuurlijk allemaal, het ligt ook heel gevoelig. Ja. Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel, Evelien. Graag gedaan. Als volgende gast hebben we Fleur van Heuven van Koffiebar Kek.